Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Welkom bij alweer de 7e Soft Vinyasa Flow Les. We gaan deze les weer zoveel als mogelijk met het ritme van onze ademhaling bewegen. We proberen daarbij zoveel mogelijk in 4 tellen in te ademen en in 4 tellen langzaam volledig uit te ademen. En op een inademing gaat het om expansion op en open, groot en lengte. En op een uitademing gaat het om contraction, klein en aanspannen, ronden. En dat zul je terugzien in de flow die we vandaag gaan doen. We proberen in de flow van vandaag zoveel mogelijk te rollen door de wervelkolom van bol naar bol. En de beweging begint altijd in het stuitje en gaat dan omhoog. Doe mee, je doet wat je kunt en dat is goed genoeg, hou het altijd voor ogen. Pas de bewegingen, de houdingen aan naar je eigen mogelijkheden en heb er plezier in. We beginnen zittend, gericht naar de korte zijde van de mat met de benen gekruist of eventueel gespreid of gestrekt met hoe het voor jou het meest comfortabel is. Land dan 2 zitpotten op de mat. Land jezelf op de aarde. Verleng je wervelkolom alsof je een beetje wilt uitstrekken, je kruin naar de lucht. Ontspan dan weer even de schouders en de schouderbladen naar beneden. Breng dan je handen bij elkaar voor je hart in Anjali Mudra. En buig voor een moment je hoofd naar je hart. En gun jezelf dan even dat moment van landen op je matje. Van inchecken bij jezelf. Sluit je af voor alles wat er om je heen gebeurt, geluiden, bewegingen. En breng je aandacht naar jouw innerlijke staat. Voel even bewust hoe jouw lichaam voelt, zo aan het begin van deze les. Observeer hoe het in je hoofd is met je denken. Breng dan je aandacht naar je ademhaling. Voel je adem in je lichaam. En vertraag dan je inademing. En vertraag je uitademing. Adem wat dieper, langzamer in. En adem langzaam volledig op het laatste beetje uit. Til dan je hoofd weer op naar neutraal. Open je ogen. Streng je vingers in elkaar. Til je ellebogen naar schouderhoogte. Duw dan je handpalmen bij je vandaan, maak je rug rond, je kin gaat naar je borst. En richt jezelf dan omhoog, je duwt die handpalmen naar de lucht toe. Cirkels dan achter je rug, daar strengel je de vingers weer in elkaar. Je duwt die knuppels bij je vandaan, je tilt je borst, je hoofd op. En dan breng je de handen weer bij elkaar in Anjali Mudra, deze doen we 3 keer. Eerst even een diepe ademhaling in. Helemaal weer uit. Strengel je vingers, lift de ellebogen. En maak dan je rug rond, duw die handpalmen bij je vandaan. Lift jezelf op, maak jezelf lang. En cirkel de armen weer achter je rug waar je ze in elkaar strekt. Til je borst, open je hart, open je keel. En breng je handen weer bij elkaar voor je hart. Adem in, strengel en licht. Adem uit, rond, handpalmen wegduwen. Adem in, maak je lang, til die flanken op. Adem uit, cirkel achter je rug en strengel je vingers.
Adem in, open je borst, open je hart, open je keel. En adem uit, handen bij elkaar voor je hart. Eén keer. Strengel en lift, adem in. Rond handpalmen weg, adem uit. Schep de energie omhoog, maak je lang, adem in. Cirkel, strengel achter je rug, je vingers, adem uit. Lift je hart, je borst, je hoofd, adem in. Handen bij elkaar, Anjali Mudra, adem uit. Blijf hier ademhaling. En cirkel dan de armen weer omhoog. En nu gaat je linkerhand achter je hoofd ontspannen tussen je schouderbladen. Je rechtervinger toppen pakken die linker elleboog vast. Blijf rechtop zitten. Kruin naar de lucht, loodrecht boven je stuitje. Adem hier een keer diep in. Arm misschien net iets meer mee naar achter binnen jouw mogelijkheden. En side stretch dan naar de rechterkant. Je linkerflank wordt gestrekt. Terug naar het midden, mooi rechtop met die wervelkolom. En buig nog een keer naar die rechterkant. Adem in is in het midden. Adem uit, is een side stretch. Nog één keer terug naar het midden. Hou die lengte in die wervelkolom. Adem uit, ruimte tussen je ribben. Terug omhoog, handen weer naar het plafond. En cirkels met ontspannen zachte schouders weer naar beneden. Andere kant. Cirkel omhoog, je ademt in. Rechterhand achter je hoofd langs ontspannen tussen de schouderbladen. Elleboog rechts misschien net iets meer mee naar achter, maar blijf wel rechtop zitten. Adem hier nog een keer diep in. En buig naar de linkerkant, je rechterflank wordt gestrekt. Terug naar het midden, twee zitbotten op je matje. En adem uit, buig naar die linkerkant. Terug naar het midden, hou op die lengte in die wervelkolom. En alsof je die linkerflank rond een bal roept. Adem in naar het midden, blijf rechtop, open je hoofd. Laatste keer side stretch naar die linkerkant. Terug naar het midden, handen omhoog. En zacht cirkels weer naar beneden. Cirkel weer omhoog, weer links achter je hoofd, vingers pols ontspannen. Blijf in het midden, we gaan zo twisten. Draai je rond naar de rechterkant, zitpot blijf op de mat. Inademend naar het midden en draai naar de linkerkant. Terug weer naar het midden en twist naar rechts. Terug weer naar het midden. En twist naar links. Adem in is midden. Adem uit is rechts. Adem in is midden. En laatste keer naar de linkerkant. Twee handen omhoog naar de lucht. En zacht in die schouders, armen naar beneden. Cirkel weer omhoog, adem in de rechterhand, valt achterhoofd tussen schouderbladen. In het midden lengte, elleboog misschien iets naar achter. En dan twisten we naar de linkerkant. Terug weer naar het midden. En dan twist je naar de rechterkant. Adem in is naar het midden. Adem uit is naar links. Adem in is naar het midden. Adem uit is naar rechts. Laatste keer terug in het midden. We warmen de koorspieren, buik en rug vast dus een beetje op. Adem uit naar de rechterkant is de laatste. En terug midden, twee armen omhoog. Cirkel ze weer naar beneden. Laat ze naast je landen zacht in die schouders.
Plaats dan je voeten op heupbreedte op de mat. Maak je rug rond en rol op je rug. Linkerbeen lang uit, rechterknie boven je borst. En je strengelt je vingers bij je scheenbeen in elkaar. Til hoofd en schouderkop op. Kijk naar je navel. Til je linkerbeen omhoog. Je duwt je onderrug in de mat door je navel naar binnen te trekken en je schaamte omhoog te tillen. Je oksels die duw je naar je taille, zodat je nek vrij is van je schouder. Hierin gaan we bewegen. We gaan door met het opwarmen van de buikspieren. Wissel van been, linkerknie boven je borst, rechter zweef boven de mat. Wissel weer van been. Al die tijd blijven hoofd en schouderkop op. Wissel van been. Al die tijd blijven die buikspieren actief. Wissel van been, je kijkt naar je navel of je bovenbeen. En maak er misschien een beetje een mooie, sierlijk, vooruit fietsende beweging van met die benen. Paar keer heen en weer nog. En wat gebeurt er met je ademhaling? Links strekt, rechts buigt. Rechts gaat strekken, links buigt. Laatste keer dat rechts boven je borst is en houd het even vast. Kom misschien net iets hoger, duw die onderrug net iets meer in die mat. En check even wat er met de schouders gebeurt. Oksels naar je taille, je nek is vrij, je buikspieren zijn actief. Nog 3 tellen. Navel in, schaamte omhoog tillen. 2 tellen. Laatste. En dan gaan we achteruit fietsen. Dus rechts gaan onderlangs naar beneden, links omhoog boven je borst. We fietsen door. En vergeet niet te ademen, hou die buikspieren voortdurend op spanning. En misschien voel je het al warm worden in je buik. We zijn het vuurtje aan het oppoken in je koorgebied. En blijf ademen. Laatste keer linkerbeen eindigt boven je borst en we houden even vast. Misschien iets hoger op, iets meer die schouders van je mat afpellen, onderrug in de mat. Rechterbeen gestrekt. Oksels naar je taille. 4 tellen. 4 ademhalingen. Mijn tempo. Nog 3. Voel het warm worden in je buik. Nog 2. Kaken, wangen, mond ontspannen. Nog 1. Schouders, hoofd terug. Rechte knie boven je borst erbij. Even langer liggen. Een hoofd, schouder, kop erop. Rol naar voren, voeten op de mat. Zet je met je handen af. Uttanasana, vooroverbuigen. Bovenlichaam zwaar, knieën zijn gebogen. Kruin naar de mat. En met de armen langs de benen rollen we omhoog. De armen blijven laag. We zijn recht op de buik, waardoor de knieën we kantelen op het bekken en we rollen weer af naar beneden. Utkatasana, kom zitten op een stoel die er niet is. Armen zoveel mogelijk langs je oren. En buig weer voorover. Uttanasana. Rol weer op. De armen mogen laag blijven. Hoofd is als laatste. Buig je knieën, heupen naar achterbuik, naar je bovenbenen. Uttanasana. Utkatasana, je ademt weer in. En Uttanasana, je ademt uit. We rollen nog een keer. Rol omhoog. We ademen dus in. Door die wervelkolom heen. En we rollen weer af. We ademen uit. Utkatasana. Adem in. Zit laag op die stoel. En Uttanasana. Wandel nu je voeten naar achter voor downward facing dog. Plaats je handen waar jij ze wilt hebben. Misschien iets wijder, iets smaller. De vingers misschien net iets meer gestrekt en gespreid. En je plant en je plakt die vingers met je vingertoppen op je matje. Je benen wandelen misschien van nature al even een beetje heen en weer. Om je lichaam te settelen in die downward facing dog. Je handen en je voeten zijn verbonden met de aarde. Je handen en je voeten hebben een verbinding met elkaar. Houd de benen stil, adem nog een keer diep in.
En plaats dan je knieën bij elkaar op de mat. En even op de mat, kom naar child pose. Rol dan omhoog naar een zittende houding. Cirkel die armen mee omhoog. En dan handen bij elkaar voor Anjali Mudra. Nog een keer. Cirkel op de achterlangs borst op. Je rolt al een beetje door die wervelkolom. En je bij elkaar voor je hart Anjali Mudra. Eén keer nog. Adem in, expansion. Adem uit, neutraal in het midden. We plakken er iets aan vast. Cirkel je arm weer omhoog op. En kom nu naar child pose. Kom naar handen, knieën, tegels op. Je rolt door die wervelkolom. En je heupen tussen je polsen, je borst optillen. En dan vlij je jezelf als een rode loper op je matje. Hier vandaan rol je omhoog naar cobra. Navel intrekken, terug naar child pose. Rol omhoog, cirkel die armen, open je borst. En handen weer bij elkaar in Anjali Mudra. Doe maar nog een keer. Adem in, open, cirkel op. Child pose, ademt. Handen, knieën, tabletop, adem in. Heupen naar voren, hart open, vlij, adem uit. Cobra, rol op in die wervelkolom. Terug naar child pose, rond de rug. Rol omhoog, zit en cirkel. Handen, Anjali Mudra. We gaan er weer iets aan vastpakken. Beginnen. Adem in, cirkel, borst op. Child pose. Tabletop, rol door die wervelkolom en vlij bijbenen, navel, borst. Cobra, rol, open je borst en kom nu naar downward facing dog. Rechterbeen, three-legged dog, hoog optillen. Firefly, rechterknie onder je borst, schouders boven je handen, ronde rug, schouder naar de breed. Benen in een three-legged dog, maak het weer lang. En je rechtervoet naast die linker. Linkerbeen. Omhoog, adem diep in. Firefly, knie onder je borst, schouders boven je handen. Three-legged dog, je ademt weer in, je maakt lang. En je voet weer naast die rechter. Rol nu naar een hoge plank. En kom naar child pose, navel in, ronde rug. Zit rechtop en cirkel die armen. Handen, Anjali Mudra. Doe me nog een keer, plakken we er iets aan vast. Cirkel, adem diep in. Child pose, adem uit. Tabletop, adem in. En vlij op je buik, adem uit. Cobra, adem in. Downward facing dog, adem uit. Rechterbeen, three-legged, adem in. Firefly, knie onder je borst, adem uit. Rechterbeen, three-legged dog, maak lang. En nu weer je knie onder je borst, maar je blijft in die downward facing dog. Cirkel dan het rechterbeen zijwaarts weer terug omhoog naar three-legged dog. En plaats dan je rechtervoet voor aan de mat voor low lunge. Rechterarm cirkelt achterlangs omhoog. Land weer in je stap naar downward facing dog. Linkerkant omhoog, three-legged dog. Firefly, knie onder je borst. Linkerbeen lengte, three-legged dog. En nu in die down dog, die linkerknie naar je borst.
Even aancirkelend zijwaarts omhoog naar three-legged up. En plaats je voet vooraan voor low lunge. Linkerarm cirkelt op twist in die lunge. Hand landt en je stapt weer naar downward facing dog. Rol naar een hoge plank, geen holle, geen bolle rug. Nu twee knieën naar beneden, child pose, nu wel die ronde rug. Rol omhoog naar zit, open je borst. Handen weer Anjali Mudra bij elkaar voor je hart. Blijf hier een ademhaling. Doe maar nog een keer. Cirkel op je adem diep in. Child pose, je ademt uit. Tabletop, je ademt in. En fly op je buik, je ademt uit. Roll cobra, je ademt in. Downward facing dog, je ademt uit. Rechterbeen, three-legged dog, je ademt in. Firefly, buikspieren, je ademt uit. Rechterbeen, three-legged dog, je ademt in. In die down dog, knie bij je borst, je ademt uit. Cirkel zijwaarts terug naar three-legged, je ademt in. En plaats hem voor low lunge, je ademt uit. Rechterarm cirkel, twist je ademt in. En stap weer terug naar down dog, je ademt uit. Linkerkant, linkerbeen, adem diep in. Firefly, je ademt uit. Three-legged dog, links, je ademt diep in. In die down dog, die knie naar je borst. Cirkel zijwaarts terug naar three-legged dog. En plaats hem vooraan voor low lunge. Linkerarm cirkelt op. En stap hem weer terug naar downward facing dog. Rol naar een hoge plank, schouder naar breed. En kom naar child pose. Rol op naar zit en cirkel die armen mee. Handen weer Anjali Mudra voor je hart. Blijf hier weer een ademhaling. We gaan er iets in veranderen. En we gaan er nog iets aan vastplakken. Adem voor jezelf nog een keer in en weer uit. En dan gaan we beginnen. Cirkel die armen. Til je borst op. Child pose naar de aarde. Tabletop, je ademt in. Vlij op je buik. Rol door die werven. Kom je ademt uit. Nu let op. Cobra, maar mijn rechterbeen buigt. Ik krul mijn linkerteen en nu haal ik mijn rechterknie onder mijn borst. Mijn rechterbeen cirkelt naar three-legged dog. En ik plaats mijn voet weer vooraan de mat low lunge. Rechterarm cirkelt, een twist in die lunge. En ik stap weer terug naar downward facing dog. Hoge plank, rol weer door die wervelkolom. En kom naar child pose. Rol op naar zit, open je borst. Handen Anjali Mudra door naar die andere kant. Adem in, cirkel. Child pose, adem uit. Handen, knieën, adem in. Vlij, dijbenen, heupen, borst, adem uit. Linkerbeen, buig, cobra. Krul je rechterteen, linkerknie onder je borst. Cirkel zijwaarts, three-legged dog. En plaats je voet vooraan de mat. Linkerarm cirkel achterlangs. En stap naar downward facing dog. Kom je naar een hoge plank. Twee knieën, child pose. Rol op naar zitten, cirkel, voel die golf gaan. Handen bij elkaar voor je hart. Nog een keer. Cirkel op, kracht van herhaling.
Child pose. Tabletop. Vlij op je buik. Let op je rechterbeen buigen. Cobra. Krul linkerknie, rechterknie onder je borst. Zijwaarts cirkel je op voor je kracht. En plaats hem vooraan voor low lunge. Rechterarm cirkelt, je twist in die lunge. En je stapt weer naar downward facing dog. Hoge plank, schouders breed. Child pose, je ademt uit. Zit een cirkel, rol door je wervelkolom. Anjali Mudra, we gaan meteen door. Cirkel weer op. Child pose. Tabletop. Vlij op je buik. Linkerbeen buigt cobra. Recht teen, linkerknie onder je borst. Cirkel dat linkerbeen naar three legged dog. En stap hem naar low lunge. Linkerarm cirkelt op. Terug naar downward facing dog. Hoge plank, voel de kracht in je hele lichaam. En terug naar child pose. Cirkel op, rol door je wervelkolom. Handen Anjali Mudra voor je hart. Sluit weer een moment je ogen. En voel even na. We gaan er nog weer een stukje aan vastplakken. Er komt straks een Warrior 3 aan vast. Een low lunge en we gaan over the world. Open je ogen. Adem nog een keer diep in. Helemaal uit. Cirkel je arm op, til je borst. Child pose, vlij naar de arm. Handen en knieën. En van onder naar boven rol jezelf op je mat. Rechterbeen op cobra. Rechterknie onder je borst. Cirkel hem naar three legged dog. En plaats hem vooraan voor low lunge. Rechterarm cirkel, let nu op. Rechterarm aan de binnenkant van je rechterbeen ronde rug maken. En dan gaat die rechterarm weer terug naar voren. We gaan naar Warrior 3. En die rechterarm die geeft de richting aan, want je gewicht gaat naar je rechterbeen. Je tilt je linkerbeen op, linkerarm achter. En je staat in Warrior 3. Kom recht op, linkerknie naar je borst. Hou hem even vast. En stap dan in één beweging weer naar low lunge. Over the world. Achterste voet dwars op de mat. En molenwind jezelf langs de lange zijde omhoog. En buig voorover naar je linkerbeen. Door het midden de voeten draaien mee voor een twisted reverse lunge. En dan molenwind je handen weer terug voor low lunge. Stap in één keer naar een hoge plank. Twee knieën op de mat, child pose. Zit weer op, rol een cirkel die armen. Handen Anjali Mudra, andere kant. Cirkel op, adem in. Child pose, adem uit. Handen, knieën, adem in. Vlijt tussen je polsen door je adem uit. Linkerbeen buigt cobra. Linkerknie onder je borst. Cirkel links omhoog voor three legged dog. En plaats hem voor aan de mat voor low lunge. Linkerarm cirkelt. Binnenlangs onder je buik rond de rug. Warrior die linkerarm naar voren op je linkerbeen. Rechterbeen op. Rechte armen achter. Terug recht op, knie even op naar je borst. En stap in één keer naar low lunge, achterste voet dwars op de mat.
Molen ik jezelf naar die lange zijde en buig naar je achterste delen, rechts in dit geval. Door het midden naar voren, voeten draaien, mee reversed warrior en terug naar low lunge. Stap naar een hoge plank, twee knieën op de mat, child pose. Zit weer op, cirkel je armen, handen in Anjali Mudra. Blijf even zitten, sluit je ogen en voel even na. Voor de kracht van de herhaling doen we deze met die Warrior 3 balans. Het stappen naar low lunge, het gaan over de world naar de andere kant van de mat. En weer terug voor die twisted, reversed warrior. Doe een paar keer. Open je ogen. Adem nog een keer diep in. En helemaal uit. We gaan. Cirkel je armen op. Child pose naar je armen. Handen en knieën. Vlij tussen je polsen op je buik. Rechterbeen cobra op. Rechterknie onder je borst, ronde rug. Rechterbeen cirkelt naar three leg, voel je kracht. En stap naar low lunge. Rechterarm cirkelt achterlangs. Rechterarm onder je buik, navel in ronde rug. Warrior 3, achter die rechterarm aan. Terug omhoog, linkerknie naar je borst. Grote stap voor low lunge. En molenwiek daarna je linkerbeen. Door het midden draaien, voeten reverse warrior. En molenwiek je handen naar low lunge. Stap naar een hoge plank. Knie op de mat, child pose. Rol omhoog, cirkel die armen. Handen Anjali Mudra, we gaan meteen door. Cirkel weer op. Child pose. Handen en knieën. Vlij en rol door die wervelbalk. Linkerbeen op, cobra. Linkerknie onder je borst, ronde rug. Cirkel hem zijwaarts naar three legged dog. En plaats hem voor aan de mat. Linkerarm cirkelt. Binnen door ronde rug. Warrior 3 achter die linkerarm aan. Rechtop, rechterknie naar je borst. Grote stap voor low lunge, achterste hiel. En molenwiek over the world naar je rechterbeen. Door het midden naar reverse warrior. En molenwiek terug naar low lunge. Stap naar een hoge plank. Knieën child pose. Cirkel weer op, borst optillen. Handen Anjali Mudra. We gaan meteen door links en rechts. Cirkel weer op. Child pose. Tabletop. En vlij open je hart. Rechterbeen op cobra. Rechterknie onder je borst. Cirkel hem zijwaarts, three legged dog. En stap naar low lunge. Rechterarm cirkelt. Onder je borst, ronde rug. Focus voor warrior 3. Linkerknie naar je borst. Grote stap, low lunge. Molenwiek over de world, open je borst. Door het midden twisted reverse warrior. En molenwiek je handen terug voor low lunge. Hoge plank. Knieën child pose. Zit een cirkel op.
handen Anjali Mudra. We gaan meteen door andere kanten. Adem in cirkel. Adem uit, challenge. Adem in handen, knieën. Adem uit, rol op je buik. Linker onderbeen op cobra. Linkerknie onder je borst, ronde rug. Cirkel het linkerbeen, three-legged dog. En plaats hem voor low lunge. Linkerarm cirkeltje twist. En dan onder je buik navel intrekken. Focus voor warrior 3, kracht in je been. En rechterknie naar je borst. Grote stap voor low lunge. En moving over the world naar je rechterbeen. Door het midden naar twisted reverse warrior. Handen molen ik het terug voor low lunge. Stap naar een hoge plank. Knieën op de mat. Child pose. Kom zitten en cirkel open je borst. Handen bij elkaar voor je hart. Anjali Mudra. Sluit een moment weer je ogen. En voel naar de warmte in je lijf. Je hartslag die misschien verhoogd is. En de verdieping van je ademhaling. Voel de energie door je hele lichaam heen stromen. Alle elementen in je lijf doen mee. Door de concentratie, door de focus, denk je maar aan één ding, ben je helemaal in het moment, in het hier en nu aanwezig. Na die warrior 3 gaan we er nog een Hastapada Bhustasana vastplakken. Voegen we nog Chaturanga toe. En het begin en het eindpunt is altijd hetzelfde in Hero Pose. Jij bent de hero. Wees je eigen held. Adem nog een keer diep in. Rustig uit, open je. Cirkel die armen, rol door die wervelkolom en kom naar Child Pose. Handen en knieën, je rolt weer door die wervelkolom en je vlijt jezelf op je buik. Rechterbeen buigt cobra. Rechte knie onder je borst, ronde rug. Zijwaarts cirkelen naar three-legged dog. Stap naar low lunge. Rechterarm cirkelt op. Binnen door onder je buik. Contraction. Focus voor warrior 3. En let op. Benen omhoog. Binnen door. Pak je de buitenkant van je linkervoet of je knie. En kom je naar Hastapada Bhustasana. Stap je benen achter je borst. Gaat naar voren. Low lunge. Dan komt je weer. Over the world, open je borst en buig naar je linkerbeen. Door het midden naar twisted reverse triangle, linkerarm op. En molen die terug naar low lunge. Stap naar een hoge plank. Knieën child pose. Zit en cirkel je armen op. Handen Anjali Mudra, we gaan meteen door. Cirkel die armen. Child pose. Handen en knieën. Vlij op je buik. Linkerbeen buigt cobra. Linkerknie onder je borst, ronde rug. Cirkel op naar three-legged dog. En stap naar low lunge. Linkerarm cirkelt. Binnen door onder je buik. Contraction. Focus voor warrior 3. Knie naar voren. Pak hem vast aan de buitenkant. Knie op je voet. Hastapada Bhustasana. Stap hem groot naar achter voor low lunge.
and over the world, open je borst misschien een bek bent. Door het midden naar Twisted Reverse Warrior. Mogelijk je handen terug naar een low lunge. Stap naar een hoge plank. Knieën, child pose. Cirkel op. Anjali Mudra. Blijf in de ademhaling. We gaan voor de herhaling. Adem nog een keer diep in. Helemaal uit te gaan. Cirkel weer op. Child pose. Handen en knieën. Rol door die wervel om je hart, je borst is open. Rechte been cobra. Rechte knie onder je borst, navel intrekken. Kracht als je cirkelt naar three legged dog. En plaats je voet vooraan, low lunge. Rechte arm cirkelt. Binnen door contraction. Focus warrior 3. Rechtop, binnen door. Pak de buitenkant van je voet of je knie. Hasta Paramustasana. Kracht in die tenen. Neem dat been mee naar achterborst naar voren, low lunge. En dan komt hij weer mogelijk over the world. Grootste beweging. Terug naar voren voor Twisted Reverse Warrior. Linkerarm. Mogelijk terug naar low lunge. Stap naar een hoge plank. Knieën, child pose. Zittende houding, cirkel je armen op. Handen, Anjali Mudra. We gaan door naar de andere kant. Adem diep in, open. Adem uit, child pose. Adem in, tabletop, rol door die wervelkolom. Adem uit, vlij jezelf op je mat. Linkerbeen buigt, cobra. Linker knie onder je borst, onderrug. Cirkel een zijwaarts op three legged dog. Plaats je voet voor aan de mat, low lunge. Linkerarm cirkelt op. Onder je borst, contraction. Warrior 3, focus. Omhoog, voorbereiding, Hasta Paramustasana. Adem diep in, open, expansion. Terug naar low lunge, stap naar achter. Adem in, mogelijk over the world. Land bij je achterste been. Twisted Reverse Warrior, rechterarm op. Mogelijk naar low lunge. Stap naar een hoge plank. Knieën, child pose. En rol weer omhoog door die wervelkolom. Handen, Anjali Mudra. Sluit een momentje op. Plakken er nog één klein dingetje aan vast. Adem en beweging. De kracht van de herhaling. Open je ogen. Adem diep in. We gaan zo beginnen. Adem eerst uit. Cirkel je armen. Adem in. Child pose, je ademt uit. Tabletop, je ademt in. Vlij op je buik, je ademt uit. Rechterbeen, cobra, adem in. Knie onder borst, je ademt uit. Cirkel naar three legged, je ademt in. Low lunge, je ademt uit. Rechterarm cirkelt, je ademt in. Onder je borst, contraction uit. Warrior 3, je ademt in. Been onderdoor naar voren, je ademt uit. Hasta Paramustasana, je ademt in. Borst naar voren, slaat je been low lunge, je ademt
uit. Over de world, je ademt diep in. Lang bij je linkerbeen en ademt uit. Twisted Reverse Warrior, je ademt in. Molen naar low lunge, je ademt uit. Stap naar three-legged dog, rechts omhoog, je ademt in. Let op. Chaturanga, kom op je buik. Linkerbeen buigt, cobra, adem in. Linkerknie onder je borst, je ademt uit. Cirkel op naar three-legged dog, je ademt in. Plaats hem vooraan, je ademt uit. Cirkel links op, je ademt in. Onder je buik, contraction uit. Focus voor warrior 3, je ademt in. Omhoog, voorbereiding, hasta, adem uit. Hasta Paribhustasana, adem in. Borst naar voren voor low lunge, je ademt uit. Over the world, je ademt in. Land bij je achterste voet, je ademt uit. Twisted reverse warrior, adem diep in. Molenwiek naar low lunge, je ademt weer uit. Three-legged dog links, je ademt in. Chaturanga op je buik, je ademt uit. Cobra, je ademt in. Child pose, je ademt uit. Zit op en cirkel, je ademt in. Handen voor je hart, je ademt uit. Sluit je ogen en voel even na. En het kan zijn dat je denkt, oh, het is heel erg veel. Is niet erg. Het is een flow die zich verdiept en verrijkt naarmate je hem vaker doet. En dat is het voordeel met deze online lessen. Je kunt deze flow zo vaak doen als jij wilt. Om die verdieping te gaan voelen. En dan heb je het beeld niet meer nodig. Dan heb je eigenlijk alleen maar mijn stem nog nodig om jou te leiden door die flow heen. Dus gun jezelf de tijd. Gun jezelf de practice. De practice. De practice. And all is coming. Doe nog één keer. Open je ogen. Adem diep in. En helemaal uit. Cirkel je armen. Adem diep in. Child pose. Je ademt uit. Tabletop rol door die wervelkolom. Vlij op je buik. Rechterbeen cobra op. Rechterknie onder je borst, ronde rug. Cirkel naar three-legged dog. Stap naar low lunge. Rechterarm cirkel achterlangs. Voorlangs onder je buik, contraction. Warrior 3, focus. Preparatie Hasta Paribhustasana. Knie of voet, adem diep in. Borst naar voren, low lunge. Molenwiek, misschien een kleine bekbed bij je linkerbeen. Twisted reverse warrior, linkerarm omhoog. Molenwiek terug naar low lunge. Rechterbeen, three-legged dog. Chaturanga, gewicht naar voren, op je buik. Linkerbeen op cobra. Linkerknie onder je borst. Cirkel hem zijwaarts op three-legged. Stap naar low lunge. Linkerarm cirkelt. Onder je borst contraction. Warrior 3, adem diep in. Preparatie jouw Hasta Paribhustasana. Adem in, open, expansion. Terug naar low lunge, je ademt uit. Molenwiek over the world.
Buig naar je rechterbeen. Onderlangs twisted reverse warrior. Molenwiek je handen naar low lunge. Linkerbeen three-legged dog. Naar voren jouw chaturanga. Adem in jouw cobra. En terug naar child pose. Rol op en zit in cirkel. Handen bij elkaar voor je hart. Nog een keer rol op in cirkel. Anjali Mudra, handen bij elkaar voor je hart. Sluit je ogen. Open je ogen. Schuif op je linker of je rechterwiel. En zwaai je benen naar voren. Met gestrekte benen, losse handen, wandel je op je zitbotten. Wat meer naar de voorkant van je mat. Onderweg buig je benen. Pak je scheenbenen. Zit even rechtop op de puntjes van je zitbotten. En breng de armen dan parallel met de vloer. Navel intrekken, kin naar je borst. Rol via je stuitje, je heidebeen. De wervels in je lage rug. De wervels in je middenrug. Naar je bovenrug, je schouderbladen. Een lange nek, je achterhoofd. Wandel je voeten dichterbij en breng één voor één je knieën boven je borst. Strengel je vingers in elkaar boven je knieschijven en laat die dijbenen zwaar zinken richting je buik. Ontspan de benen op je enkels en je voeten en je tenen. Neem dan je armen mee over je hoofd. Leg de rug van je handen op de vloer neer. En breng je benen loodrecht omhoog boven je heupen. Vertical leg extension. Je benen zijn precies op dat punt dat het eigenlijk geen inspanning kost om ze omhoog te houden. En of ze nou helemaal mooi gestrekt zijn of misschien iets gebogen zijn. Bij elkaar of iets los van elkaar, dat maakt niet zoveel uit. En dan ook je armen omhoog. En schud alles even een beetje los. Beweeg het een beetje. Alsof je, nou ja, alsof je weet niet wat bent. Maar alles even een klein beetje zo vrij, intuïtief bewegen. En misschien schud je nog eventjes, wiebel je nog eventjes. En dan breng je weer heel rustig twee knieën boven je borst. Nek is lang kruin naar het uiteinde van de mat. Armen zijwaarts, schouderhoogte. Een liggende twist. De benen gaan helemaal naar de rechterkant. Misschien kruisje is links over rechts. Helemaal naar de rechterkant. Je linkerschouder, arm komt misschien los van de mat, is niet erg. Maar je ontspant weer zodra je benen de aarde raken. En je laat jezelf helemaal zwaar worden. Kalmeer weer in je ademhaling. Vertraag in je ademhaling. Observeer de energie die je voelt. In combinatie met de stilte die gaat ontstaan. Blijf nog een ademhaling in die supine twist. Als jij er klaar voor bent, kom je rustig terug naar het midden. Met weer twee knieën boven je borst. Of als het voor jou fijner is, twee voeten op de mat.
Even neutraliseren in het midden. En bereid je dan voor jouw liggende twist naar de linkerkant. Misschien wil je eerst je rechterbeen over links kruisen, of niet. En dan laat je de benen naar de linkerkant gaan. En als die benen geland zijn, dan ontspan je je rechterarm en je rechterschouder. En misschien kijk je wel langs je rechterarm bij je vandaan. Blijf met je aandacht zoveel als mogelijk in je lichaam. Bij die sensaties die je voelt, de sensaties van stretchen, van verlengen. Buik- en rugspieren die heel hard gewerkt hebben, die nu weer een beetje mogen uitrekken, langer worden. Observeer of je werkelijk kunt ontspannen in zo'n houding, of je je durft over te geven. En als je ergens weerstand of terughoudendheid voelt, waar komt dat uit voort? Wat kun je misschien aan de houding veranderen om die weerstand wat meer te laten varen? Die weerstand wat ruimte te geven? Bereid je dan voor om weer terug te draaien naar het midden. Twee knieën boven je borst of je voeten op de mat. Wat voor jou het meest plezierig voelt. En als je je voeten op de mat hebt, breng dan één van één je knieën weer boven de borst. En wieg dan een beetje intuïtief van links naar rechts. Of ga cirkels maken. Met die bovenbenen. En de handen sturen dan eigenlijk de benen. De benen die volgen wat de handen doen. En ook bij zo'n relatief simpele beweging als dit cirkelen, wat je misschien nauwelijks aandacht aan besteedt, zou ik je willen vragen om er misschien, als dat het geval zou zijn, wel aandacht aan te besteden. Welke sensaties creëer jij in je onderrug door het links en rechts bewegen of door het cirkelen? Misschien voel je naarmate je al een paar keer cirkelt, dan hoef je die cirkel wat groter te maken. Dan zou je je handpalm op je knieschijf kunnen leggen. Je zou de beweging nog een beetje meer kunnen vertragen. Nog meer ingetuned te zijn op wat die massage jou brengt. En welke plekken jij het allerlekkerst vindt. Misschien wel als je over die bil gaat. Misschien wel als je over je onderrug rolt. Misschien wel als je over het uiteinde van je wervelkolom beweegt. En anytime kun je van richting wisselen. Misschien cirkel je een paar keer de ene kant op en wissel je dan van richting. Misschien wissel je naar elke cirkel van richting. Het is een intuïtieve beweging. Verstilde beweging, denk ik. Weer terug bij je borst. Pak achter je knieholte vast. Dijbenen blijven waar ze zijn. We gaan naar winter pose. Dat betekent dat je je onderbenen loodrecht boven je knieën brengt. Dan kun je de handen naar de buitenkant van je enkels
laten glijden. Of als je wat lange armen hebt, kun je misschien de buitenkant van je voeten vastpakken. De hoogte van je kleine teen. En dan voel je dat de druk van die benen op je buik een beetje toeneemt. Misschien voel je wel dat de onderkant van je wervelkolom net een beetje meer uitgestrekt wordt. Happy baby pose. Wandel je handen naar de binnenkant van je voeten of naar je enkels. Schuif de knieën langs je flanken richting de mat. Rol je wervelkolom zo veel als mogelijk richting je staartje uit op die mat. Heel rustig heb je dan je voeten bij elkaar. Knieën bij elkaar. Plaats je voeten één voor één op de mat. En kom je naar jouw eindontspanning, jouw shavasana. Misschien pak je eerst een dekentje, een kussentje. Wat je nodig hebt om het voor jezelf voor die laatste paar minuten ontspanning zo aangenaam mogelijk te maken. Wat je voor jezelf nodig hebt om voor die laatste paar minuten helemaal stil te worden. Stil in je lichaam, je niet laten afleiden door fysieke prikkels. Stil in je hoofd, je niet laten afleiden door geluiden van buitenaf. En kalm in je ademhaling. Dus kijk even of je ligt zoals je wilt liggen, of dat er nog iets is dat je wilt veranderen. Veranderen naar een liggende houding waarbij jij echt voor jezelf een paar minuten stil kunt worden. Waarin je jezelf een paar minuten gunt om al die bewegingen, al die houdingen, die gehele flow in je lichaam te laten indalen, in je lichaam te integreren. En open-minded observeren hoe het voelt in je lichaam, waar de energie stroomt, hoe de energie stroomt. En nogmaals, zonder mening, zonder oordeel, open-minded. Je hebt je best gedaan en dat is goed genoeg. Ook al was je misschien een beetje wiebelig in de warrior, of ging de Hastapadamustasana misschien niet zoals je het liefste zou willen. Wat je gedaan hebt, heb je met de beste intentie gedaan. En dat is goed genoeg. En de volgende keer gaat hij misschien wel net iets anders. Misschien voor je gevoel beter, misschien wel iets minder. Maar eigenlijk zijn die kwalificaties, beter of minder, niet van toepassing. Je hebt bewogen binnen jouw mogelijkheden van dat moment. Ritme van je ademhaling. Inademen, expansion, vergroten, openen. En uitademen, contraction. Kleiner, ronder, meer aanspannen. Ik neem nu afscheid van jullie. Doe de flow weer zo vaak als je wilt. Als je vragen hebt over de flow, stuur me een berichtje op. Via de WhatsApp of via mijn Facebook Yoga Motions of via mijn Instagram Yoga Motions. Laat me weten als je vragen of opmerkingen erover hebt. Dank jullie wel in elk geval voor het meedoen en namaste.